Hey Nina! Goedemorgen. Weet je waar we staan? Even draaien. Het is maandagochtend 7:30. We staan 18 februari. En we staan bij Ajax! Ajax! Hey, ik ken de vrouwtjes. De vrouw. Zijn we hier? We zijn hier. Jij hebt het net heel mooi verwoord. Ja, maar niet in persoon tegen Lasse. Maar goed, we moeten dus weg. Zonder handtekening. Misschien kunnen we nog. Nina is wel. Ja, we kunnen voor Nina nog wel even bij de slagboom gaan staan. Ja, voor Nina. Voor Nina, jou. Doen we, hè? Ja. We staan hier al 4 uur in de kou. Het is min 6. Maar dat doen we nog wel even. Nou, we hebben nog wel hoe lang? Een half uurtje of zo. Ja, we wachten nog wel 4 uurtjes voor jou. we zijn hier gewoon weggetrapt. Wat een kutclub. Van boven, maar ik zie. Hoe weten ze dat we hier staan? Ja, ons doel is om hier nog wat op te krijgen. Was je een dik en een dunne? Oh, hier. En we hebben. Oh. We zijn goed voorbereid, we hebben 2 stiften mee. Alleen ze zijn allebei zwart. En je shirt is ook zwart. Nou ja, het komt wel goed. Komt goed. Ja? We zien to be continued. Oké? Okay? Ja. Bye. Poging nummer 2. We staan helemaal paraat. Verschenk. Het is kort op 12. We staan hier 5 uur achter een slagboom. We moesten dus naar de slagboom. En hopen dat we Shane zo meteen tegenkomen. Daarom hebben we het shirt opgehangen, zodat ze dus vanaf hun auto kunnen zien dat we hier voor Shane zijn. Ik ben hier voor Ziyech, maar ja, we zijn hier voor jou vandaag, Nina. Ziyech reed hier vorige keer met 60 km per uur weg. Ja. Dus met die tactiek hebben we zeg maar het shirt opgehangen. Om dat risico te vermijden. We hebben helemaal een plan in ons hoofd. Hoor. Het is niet dat we hier echt zomaar komen. Ja. Dus we wachten nog 3 uurtjes, denk ik, max. Dan hebben we hier 11 uur lang gestaan. Geen eten. Ik ga echt dood van de honger nu. Ja, man. Het is kapot. Maar het is jouw verjaardag en we doen het allemaal voor jou niet. Voor jou. Oké. Okay. Tot zo. Nina. Het is... inmiddels zijn we een half uurtje verder. Kijk, Ala. Mooi, hè? In de tussentijd is het natuurlijk handig dat we optimaal voorbereid zijn. Dus we gaan even oefenen. Ik ben Lars Schöne en ik kom met 40 voorbij rijden. Gelukkig staan er Lars Schöne stuur, dat ik kan zien dat we voor hem komen. Oké. Okay. Ja. Lasse. Hallo. Ik vlieg naar huis, maar onze vriendin is een hele grote fan van jou. Ze wordt vrijdag op 29 en we hebben een heel mooi cadeau voor haar, jouw shirt. En vroegen ons af, het zou echt fantastisch zijn als je het shirt wilt tekenen. Want dan kan ze dit gaan dragen als we in Madrid zijn voor de Champions League wedstrijd. Dus ik heb 2 pennen mee. Zou je alsjeblieft willen tekenen, je handtekening? We hebben net Sjaak Zwart voorbij zien rijden in zijn auto. Jocha herkende hem niet. Wat? Hij deed wat? Hij deed wat? Hij deed dit! Ja, 1 vinger. Kut, ik dacht 5. Ja, of dit of zo. Maar hij lachte en hij zag ons, dus dat is belangrijk. En hij gaf ons goede moed. We kunnen nu even daardoor weer een half uurtje tegenaan. Dus dankjewel, Shaki. En sorry dat ik je niet heb gegroet. Nina, kleine update. De eerste speler is net voorbij gereden. Ja. Het was... Nee, het was niet Ziyech. Neres. Is het ook goed? Ik zie echt dit altijd. Oh nee, dat is een beetje... Samba. Maar Neres, ja. Maar geen Schöne. Nog geen Schöne, maar Neres, Brazilianen staan bekend om een traagheid. En hij was als eerste, dus dit kan alleen maar goed komen. We hebben echt heel veel hoop. We hebben nog 3 kwartier max, maar het komt helemaal goed. Nog een update. We hebben net mijn baby gezien en dat is... Daily Blind! Ja, oké, dus we hebben nu 2 spelers gezien. We hebben er eentje nodig. Oké. Deze gaat hard. Oké, komt-ie. Oké, er komt de speler. Oké, ik ga even... Ja, dus de speler die net voorbij kwam rijden, die ging helemaal stoppen voor ons. Maar het was de licht, dus we zeiden echt, we gingen zo zwaaien. Zo van,
ga, rijd door, want we don't need you. Maar hij was heel lief, want hij stopte eventjes. Oké, we staan hier dus al 3 uur. En we hebben dus al Sjaak Zwart, Neres, Daily Blind en de lichtverwij zien komen. Maar we wilden dus Schöne. Maar nu pas bedenken we ons dat we gewoon alle handtekeningen hadden kunnen verzamelen. Maar, want ze stoppen allemaal wel. Ze zien ons wel. Maar we zeggen elke keer, we zwaaien elke keer en laten ze voorbij rijden. Maar ja, stom, want we hadden nu heel veel handtekeningen kunnen verzamelen. Maar deze is nog steeds leeg nu. Oké, nou. Nou, de eerste handtekening is binnen. Jason, oké, dat gaat heel veel geld waard worden zo meteen. Hoppa. Jason. Dankjewel, Jason. Top, dankjewel. nog een update. Ziyech heeft mij net bijna omver gereden. Hij reed echt 80 km per uur of zo. En we zijn weer inmiddels verplaatst ook, net voor het hek. Want voor het hek, dan zie je soms beter. Ja, shirt ook. Tagli Fico kwam ook nog voorbij, maar die stopte ook niet. Ben je ook best wel hard. En Labiat hebben we wel. Labirat. Hoeft niet hoor. Dat zei Joga nog. Die zei van nee, die hoef ik niet. Laat hem doorrijden. Maar goed, we hebben hem wel. En wij denken dat Schöne heel sociaal gaat. Heel sociaal is. En nu waarschijnlijk 4 bakjes koffie aan het drinken is. En een appeltaartje. Want het duurt lang. Volgende komt snel. Schöne, het duurt lang. Oké, dan komt er een andere. Kijk. We zien een Mercedes. Degene die dus net voorbij kwam en stopte. Geen idee wie dat is. Maar we hebben wel een mooie handtekening. We gaan zo opzoeken wie het is. Nee, er staat geen rugnummer bij ook. Maar ja, goed. De site op zijn kop. Ik herken zijn gezicht nog wel misschien. Oké. En we vroegen waar Schöne was. En hij zei, ja, die komt zo. Hij is even aan het eten. Ja, dat eten, dat duurt maar even te lang. Ja, is het nu tijd om te eten, Schöne? Ja. Als wij hier echt al 4 uur voor jou buiten staan. Maar goed. Ja, eindelijk. Ja, paar. Nee, nog niet, want we komen van Schöne. Hier mogen we wel staan, toch? Voor Schöne niet, ook niet. Het is echt naar de slag, maar ik wil het niet. Blijf gewoon lekker staan. Ja. Ik weet wel dat Schöne een interview heeft om... Hoe laat was het? 1 uur. Oh, shit. Dus om 1 uur heeft hij een interview. Ja. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Oh, oké. Okay. Wie is dit? Ja, even kijken. Wat zijn Masrui? Wat, ik weet niet. Dit is Lamproe. Weet je dat? Lamproe? Die type, die dwerg. Ja, doe maar. Of zo. Bijna eigenlijk. Dit is echt niet een handtekening om er trots op te zijn, even serieus. Waarom niet? Weet je wie dat is? Ja, weet ik niet. Dat is die keeper die van 1,20 meter, die al die ballen doorlaat. En hij is bij Feyenoord in de jeugd. Oh, waarom moet ik dan? Ja, hij stopte voor jou. Dit ja. Is echt niks waard, man. Nee. Ja, tering. Oh ja, daar komt nog eentje. Er komt nog eentje. Wie is dit? Dit kan Van de Beek zijn, maar... Maar? Oh, dit is de jong. Ja, ja, ja. Hoe laat komen jullie morgen hier rijden? Weet je dat? Jullie hebben 10:30 training, toch? Ja, dat is 11:30. Ik denk dat we dan om 9 uur. 9 uur? Ja. Oké, man. Okay. Is goed, bedankt, hè? Doei. Ah, die is 86 miljoen waard. Yes! Yes! Nou, we kunnen weer gaan. En, ja, super. Hoe laat zijn die morgen? 9 uur moeten ze er zijn. Hebben we dat ook voor Nino? Frankie! Nou, het is nu 1:15. We zijn te laat ook voor werk en studie. En helaas geen Schöne.
Ja, dit, je krijgt het shirt nog wel, denk ik, toch? Ja, laten we maar doen. En we hebben wel Frankie ontmoet. Dat is best gedaan. En foto, handtekening gekregen. Morgen 9 uur is iets te vroeg. We hebben veel voor je over. Het gaat hem niet worden. Nee, nee. Maar ja, jammer. Zie je vrijdag. Ja. En maak er een knalvijf van, joh. Ja. Hey. Ciao, ciao. Ja, dat is Taglifico, die heeft gezwaaid naar Joega. We gaan er weer, jongens. Hoe laat is het? Oh, licht. Wacht. Ziek overbelicht. Hoe laat is het, Joega? Het is niet te doen. Het is kwart voor niet te doen. Kwart voor negen. We hebben onze tassie met de shirts erin. Shit, man. En de stiften. Maar de beveiliger laat ons niet door. Dus we staan hier. Voor Nina. Voor jou, Nina. Maar we kunnen er niet doorheen. Oké, de Mercedes aan. Wie zit hierin? Wie is dit? De schoonmaker of zo. Maar goed, volgens de beveiliger is Shane nog niet binnen geweest. Maar ja, we mogen hem niet tegenhouden hier voor het hek. Kom, ga gewoon bij de snelweg staan. Ja, eigenlijk moet dat, hè? Ja, daar. Ja, kom. Hij, gaan we het serieus doen? Ja, schijn. En daar is hier. Ja, dan zijn we klaar. Ja. Anders nog een keer hierheen. Ja, dat is echt kut. Kijk nou, polities. Hey, Bogarde. En dat is... Dat is de tweede keeper. Dat is de tweede keeper. En ze komen nu wel echt allemaal binnendruppelen. En dan wat? Ja, daar staat geen beperking. Jawel, er stond daar bij de slagbank. Nee, gewoon is het bij die bocht. Denk je dat hij stopt dan? Ja, gewoon ook wel. Aan in de trenches. Hier maken we geen kans. Nee, hier maken we sowieso geen kans. Wat jammer is... Waarom mogen zij gewoon... Ja, kut, hadden dames, de volgende dames. Keer gewoon onze... Een ijspakkie aan, trainingspak. Oké, okay, we gaan iets verzinnen. Oké. Okay. Ja, we zijn dus nu aan de zijkant. En Sjeun reed hier net voorbij. En dan staan we daar met ons tassie. En ik ging nog huppelen. Ik deed nog dit. Sjeun, maar... Nee... Ik kom ook echt in de douche. En we kwamen echt net 5 minuten voordat Sjeun aankwam rijden. Hij kwam wel aan. Echt een familiebak, Nien. Een mooie witte Mercedes. Het is plek voor 3 honden en 2 kinderen. Ja, dit is balen, zeg. Dit is echt balen. Het is 10 voor 9. Ja, het is weer ijskoud. Het is heel erg koud. We worden niet doorgelaten door de beveiliger. We waren helemaal prepared. Heb je je goodie bag laten? Ja, 2 stiften weer. Ja, zo zuur. Zo zuur. Ja, ik moet hier weg. Ja. Van vrije training, maar ja, ja. Het is open dag, alleen ik moet zo op school zijn om 11 uur. En het gaat chaos worden met de kinderen. Ja, we zijn wel sterker dan de kinderen. Ja, ja. Kutzooi, kutzooi, kutzooi. Hey Nien. Het is vandaag 22 februari. Gefeliciteerd. En dat betekent dat jij jarig bent. Ja, lekker. En waar zijn we? Ajax. We're back. Want onze missie is nog steeds niet voltooid. Maar vandaag gaat het helemaal goed komen. Want er staan al... ik weet niet hoe ik de camera draai. Oh, maar het kan ook gewoon zo. Ja, kan ook. Maar er staan allemaal kids hier te wachten. Dat betekent dat er... dat de training gaande is. Joe Veldman hebben we net gezien. Ik heb een handtekening, mijn allereerste handtekening op de shirt. Eerste score. Veldman. Maar ja, het gaat dus helemaal goed komen. De auto van Sjeun staat daar. Even zoomen. Ja. Ja, daar. Eén van de witte. Ja. Nou ja, ik spreek je zo. We gaan bij het hek staan. Oké, kijk eens aan. Alsjeblieft, hè. Dankjewel. Hey, bedankt. Toch een verdediger. Ja, klopt. Oh, je hebt het gefilmd. Zijn we weer, Nina? En we zijn weer verplaatst naar het hek. En guess what? We zijn niet de enige losers vandaag. Oh, dat moet ik niet hard. We staan hier nu met nog allemaal andere
supporters. Hoi! Het wordt zo meteen met de kinderen wel ellebogenwerk, maar dat doen wij, dat doe ik. We gaan voor Schöne. Hebben we het shirt mee? Voor jou? Ik heb mijn eigen shirt mee. Voor alle andere handtekeningen. We hebben er al eentje op. Ik heb er al eentje op. Veldman! Score! Score! En we hebben sinaasappels. We hebben sinaasappels. We zijn zo goed voorbereid. We hebben water, sinaasappels. Ja, dat kan je van deze mede-supporters niet zeggen. Wij zijn toch een stuk meer ervaren. Ja, we vallen en opstaan, maar we komen er wel. We hebben er een heel goed gevoel over. Hoeveel, wat schat je je kansen? 110%. Nou. Nah. Ja, standaard. We hebben de auto's gezien, die staan er. Schöne ook. We hebben een andere outfit aangetrokken, want we wilden zo min mogelijk herkend worden. Bijna 30. Een beetje spelers te stalken voor een andere vrouw van bijna 30. Voor de derde keer deze week, hè? Ja, man, het kan elk moment gebeuren. Ik voel het. Ja, we hebben er zin in. Hey, tot vanavond. We zijn onze strategie aan het bedenken. Wat zei je nou, Joche? Ja, voor het geval onze liefdallen, dan is het misschien handig dat we niet langs die kids gaan, maar gewoon alvast het voortouw nemen en hier links langs het hek eruit. En dan vallen we minder op. Dus achter die kinderen langs. Ik mag niet rennen. We moeten een stevige looppas hebben. Stevige looppas staat er op het menu. Ja, en Yoga blijft achter mij. Voor het geval de kinderen achter me aanrennen. Zodat hij nog een beetje een... Kan tackelen. Kan tackelen. Ja, dus dat is onze strategie nu. De kids dus willen hier... Ze zijn blij met elke speler, zeiden ze. Maar vooral Casper Dolberg. Daar zijn ze voor. Hier achter ons... mevrouw Tagliafico. Good luck with that. Dus wij schatten onze kansen heel hoog in. Ja, het gaat lukken. Het is 1:15. En dat betekent dat Jochen naar huis gaat. Ja, ik ga naar huis. Ik ga even werken. De dat mannequins betekent... die hebben we niet gezien. Dat betekent dat er een immense druk komt op deze dame. Op mij. En, maar ja. Twee feiten zijn Ala is hier en Schöne is daar, dus en de wegen gaan hier kruisen. Dus, En we hebben de shirt. Dit wordt spannend, want ik voel de druk. Ja. Ala, ik heb een werkgroep voor jou. Ja, voor jezelf en voor de echt lukken. Ja, nee, komt wel goed. Ik heb er nog steeds 110% vertrouwen in Ala. Je gaat het flikken. Wish me luck. Okay, hey. Ja, bye. Doei. Wacht. Ah, jongens. Ik heb er nog één aan. Jongens, daar staat Ziyech. En ik heb een handtekening. Op mijn shirt. Doei doei. Geen doei. Oh, ik heb hem. Als allereerste kwam hij eruit. Daily Blind stond ervoor. En ik moest kiezen tussen Daily Blind of Ziyech. Ik ben voor Daily Blind voor Ziyech gegaan. Obviously. En dat was heel aardig. En ik heb een foto meiden. Hebben jullie een foto van mij? Ja. Met hem? Jij hebt een foto. Ja, zij heeft een foto. Ja, top. Dankjewel. Wil jij even de dokter afnemen? Ik heb ook niet echt handig rijden. Alsjeblieft, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel. Alsjeblieft. Hi, Schöne. Onze goede vriendin Nina is vandaag jarig. Zou je haar willen feliciteren? We gaan ook naar Madrid om haar, om jullie aan te moedigen. Tuurlijk. Hoe heet ze, zeg je? Nina Visser. Nina. Van harte gefeliciteerd, Nina. Dankjewel. Maak er een mooie dag van. Super. Tot in Madrid, hè. Dankjewel. Hoi, hoi. Ja? Super. Dankjewel. Jij nog? Ja, ik heb. Oh, fuck. Is een foto? Ja. Wil jij nog een foto? Mag ik ook nog op de foto? Jammer. Nou, mijn twee nieuwe best friends, Lotte en Anna, hebben mij heel erg geholpen vandaag. En ik heb een full shirt.
Ah, wacht. Een heel vol shirt met handtekening. Maar de missie, de belangrijkste, die is in. Het is 2:45. Vrijdag 2:45, derde keer. De aanhouder wint. Tot vanavond. Dankjewel meiden. Nou, zo gaat het er elke keer aan toe als er een speler aankomt. En ik sta er tussenin, want ik wil ook een handtekening. Frankie en Matthijs zijn hier echt hun tijd aan het nemen voor de fans. Wat echt super leuk is.